Goedemiddag, welkom bij het Afternoon Wijkjournaal. Ik ben Jasmina. En ik ben Nathaniel. Vandaag ging groep 6 van basisschool De Blauwhaventerrein de wijk in. Zij vroeg aan hun opa, oma of hun ouders wat zij van deze wijk vinden. Wat vinden zij van de speeltuinen, de winkels, de veiligheid en het aanzicht in de wijk? En hoe was dit vroeger? We schakelen nu over naar Yusra en Romeisa. Zij interviewen Jan over het aanzicht in de wijk. Hallo Jan, wat vindt u mooi aan de wijk Hooggraven? Een hele rustige wijk, oude wijk. Met eigenlijk heel veel voorzieningen nog. Hoe lang woont u hier al? Ik woon in dit huis 31 jaar en in de wijk ben ik geboren en woon ik 61 jaar. Wat vindt u lelijk aan de wijk? Wat ik lelijk aan de wijk vind zijn dat eigenlijk de gemeente weinig aan de plannen, het groen, tenminste aan het groen doet. Dus het snoeiwerk niet echt bijhoudt, onkruid niet bijhoudt en ja, dat het eigenlijk een godsoortje wordt. Bedankt Jan, dan gaan we weer terug naar het studio. Nou, dat was interessant zeg. Bedankt Romeisa en Yusra. Dan schakelen we nu over naar Wassim. Hij was vandaag samen met Jasmina bij de moeder van Inchi. Zij vroeg haar naar haar winkelgedrag. Hallo. Hoi. We komen u vragen stellen. Mogen we misschien mee naar binnen komen? Ja hoor. Hallo, dankjewel. Ik sta hier in de tuin bij de moeder van Angie. Ik ga haar een paar vragen stellen over de wijk en over het winkelen in de wijk. Wat vindt u van deze wijk? Ik vind het wel een leuke wijk. Welke winkelcentrum gaat u het meest in deze wijk? Hier op het Smachtplein. Welke winkel gaat u het meest in deze wijk? Bij de Plus en de Lidl en de Turkse Groenteboer ga ik veel heen. Wat vindt u ervan dat de Plus en de Lidl er zijn? Vindt u dat er veel concurrentie is? Ik vind het wel makkelijk dat ze er alle twee zijn. Ik bedoel, Lidl is toch wel wat goedkoper. En voor wat de Lidl niet hebt, dan kan je voor naar de Plus. Dus het is wel makkelijk. Wat vind je van deze architecten? Van de winkels? Ja. Ze hebben het toen helemaal opgeknapt. Dus de winkels die zien er aan de buitenkant zien ze er wel... Het ziet er wel allemaal netjes uit. Vindt u altijd wat u zoekt? Nee, soms niet. En bijvoorbeeld bij watten dan? Nou, ik mis toch wel veel winkels hier. Vroeger had je die kledingwinkeltjes en die heb je nou niet meer. Dus dat vind ik ook wel jammer. Dit was het dan. Hier komt Wassie met de afsluiting. Bedankt voor deze interview. Oké, doei. Nou, dat was leuk. Tot de volgende keer. Doei. Wat een leuk interview was dat. Bedankt, Wassim. En jij ook hoor, Jasmina. Ja, dat is vanochtend erg gezellig. Wat is jouw favoriete winkel eigenlijk, Nathaniel? Mijn favoriete winkel is Bart Smit. Daar heb je heel leuk speelgoed. Dat is toevallig ook mijn favoriete winkel. Net als de Big Bazaar en de Intertoys. Zullen we dan nu naar het volgende onderwerp? Ik ben namelijk... wel benieuwd wat juf Yvonne vindt van de veiligheid in de wijk. Ja, Damien, hoor je mij? Ja, ik hoor je goed hoor. Ik zit hier naast juf Yvonne. Ik ga haar wat vragen stellen over de veiligheid in de wijk. Juf Yvonne, vertel eens. Sinds wanneer woont je hier nou graag? Ik even heel goed nadenken. Ik woon nu al 21 jaar in Hooggraven. Nou, zo lang heb ik nog nooit ergens gewoond. Wat is een veilige plek en waarom? Had het al over die speelplaatjes gehad, hè? Want kom jij daar wel eens? Vind jij dat een veilige plek? Ja, wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het best wel een veilige plek. Lekker, want je speelt er graag. En ik vind het ook in de poorten achter de huizen, daar kan je ook heel leuk spelen. Dat is ook allemaal wel veilig, want er zijn genoeg mensen omheen. En bij school, ja. Wat vindt u een onveilige plek?
Een onveilige plek vind ik, ja, met name als het heel erg donker is, 's nachts. Dan zijn sommige plekken die overdag veilig zijn, zoals de poorten, die vind ik dan minder veilig. Daar voel ik me minder veilig. Er zijn veel veilige speelplekken in de wijk. Maar als je achter me kijkt, deze speelplek is niet veilig, want kleine kinderen kunnen zo in het water vallen. Blijft u hier voor altijd wonen en waarom? Ja, dat kan je nooit zeggen. Lijkt mij wel. Als ik in Utrecht blijf wonen, dan blijf ik wel altijd in Hooggraven wonen, ja. En waarom? Omdat ik woon hier heel graag. Het is gewoon, het is gezellig. En wat vind jij van Hooggraven? Ik vind het een hele leuke wijk. Ja, zie je. Dan zou jij hier ook wel willen wonen altijd. Ja. Ja, nou, kijk. Dus kom in Hooggraven, zeggen we dan. Oké. En dit was het interview met juf Yvonne. Nu gaan we weer terug naar jou, Jasmina. Bedankt, Damien. Ik ben het wel met juf Yvonne eens. Dan zijn we nu alweer bij het laatste deel van het avonturijn Wijksnauw. We gaan nu naar het laatste interview met de opa van Leroy. Ik ben benieuwd of de speeltuinen vroeger net zo leuk waren als die van nu. Leroy, ga je gang. Bedankt, Nathaniel. Mijn opa heeft een boel te vertellen, hoor. Hallo meneer, mogen we u interviewen? Meneer, mogen we u wat vragen stellen? Ja hoor, stel maar. Hoe heet u? Martin Been. Waar zijn we hier? Je bent hier in de Hooggraven bij het Smaragdplein. Waar speelde u vroeger in de wijk? In de wijk. We hadden grote velden, open velden, dan gewoon konden voetballen. Wat vond u daar het leukst van? Het voetballen. En... Wat voor een speelsestellen vond je vroeger het leukst? Er waren toen er niet veel. Het was een schommel en een draaimolen. Welke vond u daarvan het leukst? Nou, de draaimolen. Wat vind je van de speeltuinen nu? Veel te weinig. Waarom? Nou, ik vind hier in deze omgeving is al geen speeltuin. Wat is nu uw favoriete plek in de wijk? Het Smaragdplein. Waarvoor? Boodschappen, een keer koffie drinken. Wat kan er nog worden verbeterd in de wijk? Veel meer speelplaatsen en ruimtes voor de kinderen. Waarom vindt u het belangrijk? Omdat de kinderen dan met elkaar iets doen en niet alleen thuis zitten achter de computer. Oké. Nou, dit was mijn fantastische opa. Ik blijf nog even een spelletje spelen hoor. Tot later! Nou, vandaag zijn we weer een stuk wijzer geworden over hoe het er vroeger aan toe ging in de wijk Hooggraven. Dit was het nieuws voor vandaag. Nu nog even het weer. Het wordt prachtig weer. We kunnen lekker buiten spelen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!